als antwoord heeft Acerta inderdaad ook gezien, de kandidaat staat ergens centraal. En ik denk dat het belangrijk is om, als je kandidaten ziet, dan ergens ook een band te creëren met de kandidaat. Ook al gaat hij achteraf in het bedrijf werken, je gaat dat opvolgen. De kandidaat wordt belangrijk. Ook als hij achteraf weggaat, het is goed dat hij bij jou terugkomt. En dat je de mensen ergens leert kennen. Ook omgekeerd voor een bedrijf zou dat moeten gebeuren. Nu, het nicheverhaal, en daar kan ik dan ook in komen, speelt daarin een rol. Als je dus een kantoor hebt en je kan gaan zeggen van kijk, ik ga me specialiseren, of een aantal consultants gaan zich specialiseren in die tak, nog een andere consultant in die tak. Je kan ook de hele palet aanbieden, maar dan wel met een specialisten aanpak, dan denk ik dat je als dienstverlener veel verder kan komen. En er zijn ook diensten die naast het recruteren van belang kunnen zijn. En denk bijvoorbeeld aan assessment. Wanneer dat je kandidaten zeer goed kan assessen en kan zeggen van kijk, ik zou bijvoorbeeld niet aanwerven, want de kans is heel klein dat je je bedrijf niet gaat aarden. Dat is belangrijk voor de werkgever. De werkgever die heeft er alle belang bij dat als hij een kandidaat aanneemt, dat hij toch voor een aantal jaren een zekerheid heeft. En dat wordt alsmaar moeilijker. In dat opzicht zeg ik bijvoorbeeld ook, outplacement zal heel belangrijk worden in de toekomst. Daar zitten mensen die 50, 55 zijn en die zullen niet zo snel gaan jobhoppen. Die hebben er belang bij om tot hun 60ste of 65ste in een bepaalde functie te zitten. En daar ook volop voor willen gaan. Assistent kan daar dan ook weer duidelijkheid in brengen, omdat dat mensen zijn die nog met veel enthousiasme aan een job doen. Dus het is een combinatie, denk ik, van toch wel verschillende competenties, ik zeg maar, outplacement, specialistenwerk, het aanbieden van nevendiensten, die ervoor zorgen dat het bedrijf ergens meer zekerheid heeft over de kandidaat. En opvolging heeft van de kandidaat. En dat is belangrijk. Retentie is opvolging, is bezig zijn met je kandidaat. Een ander element is dat je natuurlijk verschillende generaties hebt. Je hebt de generatie die zegt van ik wil weinig moeite doen om werk te vinden. En ze zeggen, als ik op internet ga, moet ik zo weinig mogelijk doen om mijn cv te posten. Het is gedaan om heel een lijst te doen. En dan heb je generaties die daar niet mee zitten en die graag een half uur achter de computer zitten of zelfs een uur om een cv te doen. Maar daar moeten we ook rekening mee houden dat de tools die er bestaan om cv's te verkrijgen, dat die aangepast zijn aan de verschillende generaties die er momenteel rondom zijn. Aan de hand van een voorbeeld verduidelijken. Dus wij zoeken binnen één bepaalde business vaak IPTV consultants. Dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde technologie die binnen 5 à 10 jaar op de markt komt. Die dus heel niche gericht is, waarvan er in België misschien 15 à 20 rondlopen. Maar op Europees vlak er een paar honderd zijn met kennis in huis. Nu, ik heb een bureau in Londen gespecialiseerd in IPTV consultants. Die dus effectief het netwerk onderhoudt met die mensen. Die hen ook halfjaarlijks opbelt om te vragen waarmee zijn ze bezig. En als ik daar een telefoontje naar trekt, die mij direct een digitaal profiel en kan aanleveren. Dat is nog iets specialistischer. Dan inderdaad, moet je de consolidatie op de markt, zowel vanuit de sociaal secretariat van vroeger, de interim kantoren van vroeger, de grote generalisten, die wel een aantal niche spelers hebben opgekocht, en dan feitelijk verzamelen in één conglomeraat aan HR-dienstverlening. Ik bedoel toch nog wel nog iets meer netwerkingsgerichter dan effectief hetgeen de feitelijk voorstelt. Ja. Het grootste probleem die wij zien is het echt sourcen van goede kandidaten. En expertise tot beheer dus opgericht met het doel om een goede kandidaat te kunnen vinden op alternatieve manieren. Dat betekent dat we denken dat de beste kandidaten niet meer te vinden zijn op jobboards, zoals een stepstone of een stuk enzovoort. Omdat de mensen nu echt in een luxe situatie zitten, in de zin dat ze nu niet actief op zoek moeten gaan naar nieuwe jobs. Dat betekent dat de mensen nu minder inspanningen doen om hun profiel bekend te maken op deze type websites.
Nu starten we van dit punt, hebben we dus de beslissing genomen om expertise op te zetten. Wat doet expertise eigenlijk? Dat is een recruteringswebsite die gebaseerd is op een belonend peterschapssysteem. Dus eigenlijk, de bedrijven hebben nu de kans om jobs te plaatsen op de website. En wij bepalen zelf wat de beloning zal zijn. Bijvoorbeeld voor een key account manager kunnen we de beslissing nemen om 1000 euro aan te bieden. Nu, als een persoon de job ziet op onze website, of als die persoon een e-mail krijgt om te zeggen, ja, expertise is nu op zoek naar een key account manager voor klant Y, dan kan de persoon zeggen, ja, ik heb wel iemand voor deze job, en ik zal die job doorsturen naar een vriend of een kennis of iemand die op een bepaald moment heeft opgevoerd. Nu, als die persoon zich kandidaat zet voor zijn job en daarna aangeworven wordt door onze klant, dan krijgt die persoon de beloning, hier in dit geval die 1000 euro. Eigenlijk is Nancy Viveros een soort van spin-off als antwoord van iets wat wij hebben voelen aankomen in 1999-2000. Op dat moment zitten wij ook in een krapte op de IT-arbeidsmarkt vooral. Met dat verschil versus nu dat toen budgetten nog geen probleem waren. Nu zijn die er ook niet meer, maar toen kon het allemaal nog. Maar op dat moment kon je dat eigenlijk heel goed voelen aankomen. Tegelijkertijd hebben wij de vaststelling gedaan dat kandidaten en iedereen eigenlijk hier aanwezig in de stoel van een kandidaat gezeten, alles online wil doen. E-mailen, s'nachts jobbeschrijvingen lezen. En eigenlijk hebben we 1 plus 1 gedaan, hebben we een database gecreëerd, ontwikkeld voor intern gebruik en is dat uiteindelijk een op zichzelf staande databank of annex application tracking system geworden, als spin-off van eigenlijk een antwoord op al die vragen. We hebben altijd de confidentialiteit daarbij voor ogen gehouden, omdat we weten dat dat eigenlijk het instrument is in tijden van krapte op de markt, dat de mensen die een job hebben moeten bereikt worden en mensen die een job hebben die bereikt moeten worden, moeten nog altijd heel confidentieel benaderen. Vooral in Europa, wat toch een groot verschil is met andere continenten. Verder zijn wij nu bezig met eigenlijk op te starten in Centraal, Oost- en Noord-Europa om vooral een brug te slaan tussen handen en voeten van andere landen en handen en voeten hier. Ik geloof er meer en meer in dat we met gemengde gezinnen gaan zitten, met mensen die eigenlijk gemakkelijker verplaatsbaar zijn dan dat wij denken. Je hebt nog altijd handvaste mensen daar niet van, maar mensen met een Britse moeder, een Duitse vader. En op dit moment staan er ook geen bruggen tussen die mensen. Iemand die vandaag voor een multinational in Duitsland werkt, kan morgen perfect solliciteren voor een multinational in Brussel. Alleen zijn dat nu op zich staande zoektochten van al die mensen. En wij denken dat zeer nabij de toekomst, zeker nu dat Europa zoveel landen telt en die markt open is, dat daar heel grote bruggen geslagen moeten worden. Want ik vermoed dat ook bij jullie in het bedrijf de nationaliteit niet meer primeert op de kennis, maar als je IP, weet ik veel wat, TV zoekt of Six Sigma, moet een goede kandidaat hebben en je vliegt hem desnoods wel over. En dan kom ik terug op de flexibiliteit die Anne aanhaalde. En als wij kandidaten 5 dagen van de 7 gaan moeten invliegen, dan denk ik dat gaat gebeuren in de toekomst vanuit de bedrijven. Dus die grenzen gaan helemaal open en er gaat grensoverschrijdend gewerkt worden en wij willen er zijn.